Welkom terug in Assassin's Creed Syndicate. En ja, ook natuurlijk weer met deze game is het super lang geleden. Want ja, mijn stage, dat heb ik al eerder verteld. Dit vertel ik nu alleen nog even weer voor de mensen die de andere video's nog niet hebben gezien. Maar ja, ik was op stage, daardoor had ik gewoon echt geen tijd meer om video's te maken. Nu weer wel. Dus we gaan natuurlijk gewoon weer lekker verder waar we de vorige keer gebleven zijn, net zoals met de andere spellen. Ik ben alleen totaal vergeten wat we daar de vorige keer eigenlijk hebben gedaan. En ik moet even kijken naar welke missies we kunnen doen. Want ik wil natuurlijk wel een missie doen die wat ermee te maken heeft. En bij de train hideout, daar ga ik als eerste maar even heen. Want daar staat een icoontje bij dat daar iets aan de hand is. Ja, ik denk dat hier dus inderdaad... train hideout. Stalk the stalker. Lure Agnes the stalker back to the train. Dat is deze missie zeker. Die wil ik niet doen. Want hier is een assassin missie. Sequence 4. The Great Escape. Evie has a lead to the location of the Templar's Piece of Eden. Oeh. Oké. Okay. Dus we gaan als Evie spelen. En dan gaan we een missie van sequentie 4 spelen. Dus het was een goed idee om naar de trein te komen. Want nu gaan we tenminste verder met de storyline. Ah, another exciting night home for Evie Fry. Just on my way out, actually. I found the Piece of Eden. What's this one going to do, hmm? Heal the sick? Deflect bullets? Control the populace? They're dangerous objects, Jacob, especially in Templar hands. Oh, you sound exactly like Father. If only. Lucy Thorne is expecting a shipment tonight. She's Starrick's expert in the occult. I'm nearly certain she is receiving the Piece of Eden Sir David Brewster mentioned. Sounds like fun. Mind if I join you? Promise you will stick to the mission. I swear. Nou, we weten het allemaal hoe Jacob is. Die ziet iets anders, waarvan hij denkt dat het belangrijk is. The contents of that box are worth more than your life and those of your entire family. Do you understand? Yes, Miss Thorne. Careful there! And double the guard on that cart! Now, Miss Thorne, there's the matter of some papers for Mr. Starrick. If you'll just come this way. Very well, but make it quick. Hij heeft echt een geweldig Engels accent. Maar daar gelaten. Whatever it is she's after, it's in that chest. There are gunmen on the rooftops. Can you dispose of them before I reach the cart? I was hoping for a challenge. Nou, zolang je je best maar doet, Jacob. Dan zorg ik wel dat Evie er de best doet. Even kijken, dan ga ik als eerste daar maar heen. Ik ga hun niet vermoorden. Ik denk dat dat namelijk niet nodig is. Search the Templar chest. Ja, dan ga ik als eerste ook weer daarheen. Oh god, ik ben al gezien. Zo, nu zie je me niet meer. Hoop ik, maar... Oh god. Ik ben eigenlijk zo slecht in de Assassin's Creed spellen. Waar is Jacob? Waarom helpt hij me niet? Ik kan hem vermoorden. Dus dat doe ik dan maar. Oh god, dat was iemand anders. Oh god. Ja, dan ga ik weer vechten, hè? Dat is ook wel vaker gebeurd. Oh god, herladen.
Waar is Jacob? Jacob zou toch al deze mensen neerschieten? Of heb ik dat niet goed onthouden of zo? Want dit, ik moet nu best wel heel veel werk doen volgens mij. Oeh, damn, poedel. Oh god. Hoe voelt het nou? Grote jongen om door een meisje in elkaar geslagen te worden. Wat ligt er in de kist? Een boek. Een assassinboek. Actually. There he is! I think it's best we leave. What did you do? I think it's best we leave. Oké, okay, Jacob. Je deed toch. Je hebt nu toch iets goed gedaan. Then where's your piece of Eden? Get us out of this and I might find out. Oké, okay, die koets heb ik kwijt. Die koets heb ik kwijt. Oh, nog een koets. Oh, Jacob. Oh god, ik heb geen kogels meer. Ah, mooi, dank je. Dat is helemaal lekker, want telkens krijg ik wel de optie dat ik kogels moet ontwijken. Oh, gozer toch. Snap je nou niet dat je ons niet kunt verslaan? Oké, we stoppen gewoon. Hup, spring er overheen dan! Soms, hè, die Assassin's Creed games zijn zo buggy. Thanks for the invitation. Let's do it again. Jeetje. Damn it. Oh, ze past ook echt maar net onder die brug. Ze heeft wel het boek. En dat was heel sequentie 4, blijkbaar. Nou ja, is de missie. Oké. Okay. Nou, we zitten dus weer op het terrein. We fixed up the train for you. Lack of paint, new rugs from Camden Loch, and my wee sister, the seamstress, did a discount on the curtains. Oh. Oké, okay, nice. Zonder dat het me ook maar iets kost, dus. Dear sister, sometimes you exasperate me. Oké, en nu? Ik
Nee, hiervoor moeten we een hoger level zijn, dus die ga ik nu nog niet doen. Ik ga dan nu wel deze treinmissie doen. Stalk the Stalker. These past few days when I've been doing my round, some bampot starts following me. Nervous looking laddie. Oh, he's up to no good. He's up to no good. Do your rounds as usual. If he appears, I'll keep an eye on him. When we return, pull him into the train. Aye, all right. Okay, nou. Dan hebben we nu weer een missie op te doen, hè? Evie Fry. Reach the meeting point. Komen we daar met de trein langs? Daar, oké. Okay. Ik denk het wel. Of ga ik er gewoon even heen rennen? Wat zal sneller zijn? Het is best wel ver weg. Dus laat ik daar gewoon met de trein gaan. Dan knip ik deze reis wel even tussenuit. Want ik ga dus nu met de trein daar helemaal heen. Althans, ik denk dat het met de trein sneller is. Of ik pak een koets, dat kan ook. Moet ik er even afspringen? Ja, ik ga een koets pakken. Zo, we zijn in Whitechapel trouwens, dus hier kan ik gewoon over straat lopen zonder aangevallen te worden door random mensen. In elk geval, dat hoop ik, maar hier zie ik wel iemand. Maar die is er nu niet meer om iets te doen tegen mij. Nou, dan ga ik even rennen. Nou, we zijn er. Nou zag ik nu hier wel mensen van de tegenstander en van ons. En die deden ze niks tegen. Nou ja, dan doe ik hem maar even, hè. Maar goed, we zijn er. Oh, laat ik eerst dan maar even wat aan deze gozertjes ook doen. Die denken dat ze heel wat zijn. Oh shit, er zijn hier wat meer mensen dan ik had verwacht. Ja.
Oké, uiteindelijk viel het toch wel zo mee. Want dan ben ik nu alsnog klaar. Oh, daar is wel politie. Hopelijk snapt hij niet dat ik het deed. Als hij zo het in het lichaam bevindt. Ja, hopelijk dus niet. Maar goed, we zijn er. Magnus, take care. There's a gang out looking for you. Ach, not at all. Just one bleak laddie following me. You certain? You certain? As can be. Nou, we gaan het merken, hè? Of het maar één gozer is, of dat er een heleboel zijn. Ja, dat is hem. There he is. The rascal. En hoe beter om iemand te volgen over het dak, zoals de assassins het doen. Oké, waar gaan we nu heen? What's that man doing, mama? What's that man doing, mama? Nou, ik ben geen man, dus ik kan het niet over mij hebben. From an important gang. Gang? What gang's that? I think it's in a train. Wait, sounds what? Sounds like the bastards would be okay, look. Alert the lads on the rooftops. Oh god. Ja, dit gaat dus niet helemaal goed. Dat is een mooi wapen. Oké, wie gaan haar aanvallen? Oké, nou, hij is dood. Nee, oh shit. Nou, hem moet ik dus vermoorden. Kom voor het bakken. Oh shit, oh shit, oh shit. Snel daar Agnes toe. Agnes, Agnes, Agnes. Oh, ik moest naar het dak toe. Hoe heet ik nou dat ik naar het dak toe moet? Dit is dus wat ik bedoel met dat Assassin's Creed soms een beetje buggy is. Het is gewoon, in elk geval voor mij is het heel vaak niet duidelijk. En dat komt niet doordat het in het Engels is en dat ik Nederlands ben. Want ik kan echt wel goed genoeg Engels om een game te snappen van wat ze van me willen. Maar ja. Daar gelaten. Het zijn alsnog wel leuke games. Die had ik dus. Uh-oh. Nou, mooi. Die is dood. Oh shit. Down.
Oh shit, 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 shit. Opschieten, 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 opschieten. Yes. Oh, dat was op het nippertje. Agnes, are you all right, dear? Of course I am. Why wouldn't I be? There's a whole gang out to get you. No, some idiot can't even follow me proper. No, they're dangerous. There might be an ambush in the station. Didn't he be daft? Zou het? I must get to the station before Agnes does. Oh, damn, dat was nog wel eens een sprong. On you go now. Waar is de ingang? Waar is de ingang? Oh, hier zit denk ik geen timer op, maar laat ik toch maar opschieten. Ja, ik ben er. Oh dear. Handig zo, twee gangs tegenover elkaar. Eliminate all brightness. Nou, dat kan geregeld worden. Enemy reinforcements incoming. Dat maakt mij niet uit. Oh, wat is dat nou? Komt er opeens een trein aan? Hoe moet ik nou weten dat er opeens een trein aan gaat komen? Dat kan ik toch niet weten? Maar goed. Oh, is dat great. Buggy, 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 buggy. En dat te bedenken dat die eens echt bugs zijn. Dit is gewoon ik wat mij niet lukt. Maar goed. Hopelijk niet. Ah, oh, weer deze cutscene. Oké. Okay. Nou, vooruit dan maar. Nu opletten voor trein. Oké, okay, die trein reed nu de Crytus even aan. Oh, maar de... Ze zitten op de trein. Hup, vermoord het! Wat doe je nou moeilijk, Eevee? Oké, okay, ik moet echt even van deze trein af, want Eevee doet er heel moeilijk op. Oh god, trein, trein, trein. Oké, okay, nee, toch niet. That's that then? Now, what's happening with the fellow who's following Agnes? Nou, oké, okay, dan gaan we maar weer naar onze trein toe. Nee, niet helemaal zo springen, Eevee. Dat is nergens voor nodig. Hup, erop. Oh, niet zo hoog. Echt, ik durf te zweren dat in de oudere Assassin's Creed het een stuk beter was, het freerunnen en het vechten. Who are you? Nigel Bumble. Why were you following us? I want to join your gang. Ah, for Christ's sake, he knows who we are now. All right, laddie. I can use you to tidy up the train a bit, if you didn't mind getting dirty. Really? Terrific! You won't regret it, miss. Oh, nou, oké. Ja, zo kan het ook. Hey, mensen, we hebben dus een nieuw iemand in onze trein. Die hem schoon gaat houden, dat is prima. Want ja, het werd altijd gewoon een beetje vies.
Ja, je kent Jacob. Die maakt alles vies. Die zit overal zijn bordje neer, maar maakt nooit iets schoon. Maar goed, daar gaat het nu even niet over. Het gaat er wel over dat dit het einde is van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk? Laat dan even een like achter. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan alsjeblieft ook. Dat helpt mij heel erg. Ik zie jullie wel weer in de volgende video. Ciao.